Hoe heeft de computer de Sovjet-Unie verwoest? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe heeft de computer de Sovjet-Unie verwoest? Het is nog waar ook. De ondergang van de Sovjet-Unie is het laatste deel, de laatste paar jaren van het bestaan van die superstaat. En die heb ik van vrij dichtbij meegemaakt, omdat ik er woonde, direct na mijn studie. Deze jongen hier, dat ben ik zelf. Nou, u kunt aan het matje in de nek wel zien welke tijd dit ongeveer is geweest. Dit is 1983 geweest. De eerste helft van 1983. Ik studeerde niet in Moskou, ik was al afgestudeerd, maar ik werkte aan mijn proefschrift in de prachtige leeszaal nummer 1 van de Leninbibliotheek. De Leninbibliotheek staat er nog steeds, prachtig gebouw, tegenover het Kremlin. En als zoon van een imperialistisch volk uit het Westen, iemand van blok NATO, zoals de Russen dat noemden, wij hadden toegang tot de mooiste leeszaal. Het andere volk dat in die leeszaal liep, dat waren over het algemeen hele geleerde Sovjet-burgers of hoge militairen. Nou, niemand, ik niet, maar eigenlijk ook niet degene die zich al veel langer met de Sovjet-Unie bezighielden en ervaren waren in het volgen van die Sovjet-Unie, het van buitenaf proberen te begrijpen wat er gaande was. Niemand voorzag in 1983 dat dat enorme land, dat koloniale rijk, binnen 10 jaar verdwenen zou zijn. De ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 kwam als een volledige verrassing. Dat gezegd hebbende kan ik eraan toevoegen dat toen ik daar zelf rondliep in 1983, het was niet de eerste keer dat ik er was en natuurlijk al helemaal niet de laatste keer, je toch zag, voelde, rook zelfs dat dit een land was, misschien wel meer dan een land, dat dit een rijk was, dat in staat van ontbinding verkeerde. Je zag op allerlei manieren dat de kloof tussen West en Oost groter werd. Het was de periode, midden jaren 80, dat wij onze eerste personal computers hadden. Dat onze kantoren veranderden, dat onze auto's veranderden, dat onze wijze van communicatie veranderde. En dat allemaal was in de Sovjet-Unie afwezig. De kloof tussen Oost en West verbreedde. Nou, de Sovjet-Unie werd geleid, voordat ik daar kwam, 18 jaar achtereen door Leonid Iljitsch Brezhnev. Brezhnev was het archetype Sovjetleider, zou je kunnen zeggen. Conservatief, weinig verbeeldingskracht, corrupt. Iemand die zijn hele extended familie aan een mooie baan hielp. En zichzelf baadde in luxe en in persoonsverheerlijking. Er is een mooie foto bekend van Leonid Iljitsch Brezhnev, waarin hij een totaal opgeblazen borstkas heeft. Dat moest ook wel, want de man had zo ongelooflijk veel onderscheidingen. Dat konden ze niet allemaal tegelijkertijd dragen. Onder die onderscheidingen waren 2 Leninprijzen voor de literatuur. De hoogste, de PC-hoofdprijs in de Sovjet-Unie. Die prijzen had hij gekregen voor zijn oorlogsmemoires. Nou, 1. Brezhnev heeft een hele dubieuze rol gespeeld in de oorlog, want hij was een zogeheten politieke commissaris. Dat waren politieke jongens die vooral aan het front rondliepen om de echte militairen in de gaten te houden. In de gaten te houden op hun politieke betrouwbaarheid en loyaliteit. Uitermate onaantrekkelijke baan, nou ja, werd goed betaald, maar hij was uitermate impopulair bij de jongens die het echte werk deden. Dat was 1. Memoires van Brezhnev waren totaal gefingeerd. En 2, hij heeft ze natuurlijk niet zelf geschreven. Dus voor niet door hem zelf geschreven memoires over een verleden dat niet werkelijk heeft bestaan, kreeg Leonid Iljitsch 2 Leninprijzen. Staatsprijzen voor de literatuur. Dat geeft ongeveer aan, je zou kunnen zeggen, hoe zielig de politieke elite van de oude Sovjet-Unie was, maar vooral ook hoe corrupt ze waren en hoe conservatief ze waren. En hoe groot eigenlijk al wel het verschil was tussen die revolutionaire Stalin, enorm terroristisch, enorm onderdrukkend, maar toch bezig met het opbouwen van een nieuwe samenleving, en deze generatie leiders. Corrupt, conservatief en zich vooral badend in hun oneindige privileges. Dit duurde, deze stagnatie, zoals dat later genoemd werd, duurde eigenlijk tot in het midden van de jaren 80, toen Gorbatsjov aan de macht kwam.
maart 1985. Hij was toen verreweg de jongste, het jongste lid van het Politbureau. Het Politbureau was het hoogste orgaan in de Sovjet-Unie. Hij was geloof ik 20 jaar jonger gemiddeld dan zijn collega's. Hij was 53. Kunt u nagaan hoe oud de rest was. En hij moest door een van de oudgedienden worden voorgesteld aan zijn, aan de overige leden van het Politbureau. Die oudgediende heette André Gromyko. Decennia achtereen de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken. Mr. Njet werd hij wel genoemd, omdat hij altijd tegenstemde in de VN-veiligheidsraad. Gromyko zei tegen zijn even oude kameraden: let op, deze jongen ziet er onschuldig uit, Mikhail Sergejevich Gorbachev, maar heeft ijzeren tanden. Als ze toen geweten hadden wat Gorbachev in beweging zou zetten, dan hadden ze hem onmiddellijk opgepakt, gearresteerd en in de gevangenis gezet. Gorbachev kwam in 1985 aan de macht. 6 jaar later hield de Sovjet-Unie op te bestaan. Daar gaat dit college over. Hoe is het mogelijk geweest dat dit gigantische land, 1/6 van de totale aardbol, tot de tanden toe bewapend met conventionele, zeg maar, tanks en raketten en massavernietigingswapens, in elkaar zeeg. Implodeerde, niet explodeerde, maar implodeerde. Zonder dat er een schot werd gelost. Er gingen koloniale rijken, zoals u weet, voortdurend ten onder in de loop van de geschiedenis, maar bijna altijd in een situatie van oorlog. Van geweld. De Sovjet-Unie is een enorme uitzondering. Het is natuurlijk niet zo dat de Sovjet-Unie patsboem in elkaar stortte en verdween. Er zijn jaren aan vooraf gegaan van geleidelijke verzwakking, van geleidelijke ondermijning van dat Sovjet-systeem. Dat machtige communistische Sovjet-systeem. Die langere termijn ontwikkelingen die zijn in feite niet zo moeilijk in kaart te brengen. Gewapend met het voorrecht van historici, kennis achteraf. De eerste zou ik willen typeren als het feit dat Rusland, de Sovjet-Unie, communistisch Rusland, een volledige revolutie miste. Namelijk de ICT-revolutie. De ICT-revolutie, informatie- en communicatietechnologie. Dat is iets waar wij mee te maken kregen vanaf midden, eind jaren 70. In de jaren 80 versnelde zich dat. En het heeft uiteindelijk geleid tot de digitale samenleving waarin we nu verkeren. Een hele simpele vraag. Waarom werd de personal computer uitgevonden in Californië en in productie gebracht in Californië, wat later Silicon Valley werd genoemd, en waarom niet in Agadez-Garadok? Agadez-Garadok, dat is de stad waarin de Sovjet-Academie van Wetenschappen was gevestigd. Een dorpje eigenlijk in de buurt van Novosibirsk, dus midden in Siberië. Ik ben er een aantal keren geweest. Het was een beetje een naargeestige omgeving. Maar er werd wel heel hard nagedacht. Dat dan weer wel. Nou, waarom in Californië en niet in Agadez-Garadok? Was dat omdat de Russen te dom waren? Nee, Russen waren niet dom. Er was een andere reden. Een personal computer met een printertje, dat zult u met mij eens zijn, dat is eigenlijk een klein huisdrukkerijtje. En 2 personal computertjes verbonden met een modem, dat is een manier van communicatie en informatieuitwisseling waar de overheid geen controle over heeft. Dat is de essentie. Het Sovjet-regime, de communistische leiders, konden niet accepteren om politieke redenen dat die informatie- en communicatietechnologie ook in Rusland werd toegepast. In de militaire sector oké, maar niet in de civiele sector, niet in de samenleving als geheel. De tweede belangrijke reden is, kijk, dat Sovjet-regime, dat was wel heel vervelend voor heel veel Sovjet-burgers, heel paternalistisch, maar het was niet meer zo repressief als onder Stalin. Tezelfde tijd kregen de Sovjet-burgers steeds meer en een steeds beter idee van wat zich buiten de eigen grenzen afspeelde. Er kwamen steeds meer toeristen, er kwamen steeds meer zakenlieden die naar de Sovjet-Unie gingen. Heel geleidelijk, heel voorzichtig sijpelde er ook wel nieuws door uit West-Europa, uit de Verenigde Staten. Nou, de gemiddelde Sovjet-burger die had echt wel door op een gegeven ogenblik dat datgene wat zich buiten de Sovjet-Unie afspeelde in geen enkel opzicht spoorde met de officiële propaganda. En die officiële propaganda en die officiële onderdrukking, dat zware paternalistische regime,
dat werd steeds moeilijker te dragen. Niet alleen in de Sovjet-Unie, maar bijvoorbeeld ook in de DDR, de Duitse Democratische Republiek, het oude Oost-Duitsland. Daar hoefde je alleen maar over een muur heen te kijken om te zien wat zich in het Westen afspeelde. Nou, er is al eens een Poolse journalist geweest die heeft gezegd, en dat ben ik wel met hem eens, het totalitarisme is misschien nog wel te accepteren, zolang het zich maar richt op de toekomst. Maar een totalitarisme zonder tanden, zoals dat Brezhnev-regime, dat wordt ondraaglijk. Uiteindelijk is de Sovjet-Unie mede ten onder gegaan, omdat de Sovjet-onderdanen ook eindelijk eens een keer als burgers wensten te worden geaccepteerd. Niet alleen als onderdanen, maar als burgers, met plichten en met rechten. Nou, de laatste lange termijn ontwikkeling is het bijzondere karakter van de Sovjet-Unie als supermogendheid, als supermacht. Je had twee supermachten tijdens de Koude Oorlog, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten was een multidimensionale supermacht. Belangrijk, zo niet de belangrijkste militaire macht, de belangrijkste economische macht ter wereld. En ook nog eens een keer een staat, een samenleving waar een enorme aantrekkingskracht van uitging. The American Way of Life. Nou, vergelijk dat met de Sovjet-Unie, die was eigenlijk volstrekt eendimensionaal. De enige reden waarom de Sovjet-Unie een supermacht was, was omdat ze een gigantisch militair apparaat had. Gorbatsjov was de eerste leider die tot de conclusie kwam, dit kunnen we niet volhouden. Wij moeten gaan veranderen. Wij moeten gaan hervormen. Nou, dat brengt mij bij het antwoord op de vraag waarom de Sovjet-Unie in 1991 ten onder ging. Er zijn drie belangrijke redenen. 1, dat zou je eigenlijk de tragedie van Gorbatsjov kunnen noemen. Gorbatsjov probeerde het systeem van binnenuit te veranderen. Niet waar? Kleine dingen die hij overnam uit het Westen en in de Sovjet-Unie implanteerde. Een van die kleine veranderingen, daar was ik een van de eerste van die dat heeft meegemaakt, dat waren namelijk private toiletjes in het centrum van Moskou. Namelijk een openbaar toilet bezoeken in de oude Sovjet-Unie was een tamelijk gevaarlijke onderneming. In verband met hygiëne, zal ik maar zeggen. Dus er waren jongens die dachten, aha, hier kunnen wij wel wat mee verdienen. Wij kopen van die boksen in het Westen, het zal wel in Duitsland zijn geweest. We vragen 5 kopeken en iedereen kan zijn behoefte doen zonder dat het onmiddellijk een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Dat waren de kleine veranderingen die Gorbatsjov toestond. Een klein beetje openheid, een klein beetje glasnost, in de hoop dat die kleine veranderingen het systeem zouden versterken. Wat gebeurde er? Het tegenovergestelde. Die veranderingen hebben eigenlijk het systeem van binnenuit ondermijnd, weggevroten. Een tweede belangrijke reden waarom eind jaren 80, begin jaren 90, en dat was de hele bijzondere machtsstrijd tussen aan de ene kant Gorbatsjov en aan de andere kant Boris Nikolaevich Yeltsin. Gorbatsjov was de nimmer gekozen president van de Sovjet-Unie en omland. Yeltsin was de democratisch gekozen president van Rusland, een van de deelrepublieken. Yeltsin wilde van Gorbatsjov af. Hij had 2 mogelijkheden. Ik ontneem de Sovjet-Unie haar leider, of ik ontneem de leider, Gorbatsjov, zijn land. En hij koos voor die tweede optie. Hoe? Door Rusland onafhankelijk te verklaren. Weinig mensen realiseren zich dat, maar dat was in feite het ondergaan. Dat was de ondergang van de Sovjet-Unie. Rusland maakte zich los uit die enorme Sovjetstaat. Een blik op de kaart geeft onmiddellijk aan dat de Sovjet-Unie zonder Rusland een lege huls is. En dan de laatste vraag. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar er waren miljoenen Sovjet-burgers die een belang hadden bij de instandhouding van die Sovjetstaat, dachten wij. Dat bleek niet het geval. Er is eigenlijk niemand geweest die serieus heeft geprobeerd om die Sovjet-Unie te redden. Waarom niet? Ik denk dat de belangrijkste reden was dat het overgrote deel van die bureaucraten, van die apparatchiki, die werden rondgereden in Volga's. Dat was dé auto van de Sovjet-bestuurder. Veel van die mensen moeten hebben gedacht, nu zit ik in een Volga, best een leuk ding, maar het was eigenlijk toch een soort tank die eruit zag als een personenauto. Als ik het handig aanpak, dan rijd ik over een jaar misschien wel in een Volvo of in een Mercedes. Dat is in feite precies wat er gebeurde. In mijn volgende college wil ik kijken hoe we het huidige Rusland moeten veranderen.
typeren, democratie of dictatuur.